4 juni 2021 is de vispassage in Groessen geopend. Wij hebben hier een reportage van gemaakt. Voordat we hiernaar gaan kijken, legt Jochem Hop uit hoe de lokstroom werkt. Nou, we staan hier bij de ingang van de vispassage. Hier recht onder mij, daar zit een opening. En het water door de vispassage gaat door de trap, over de verschillende trappen heen, stroomt hieronder door en komt hier naar buiten toe. Nou, wat is het geval? Het water wat hier naar buiten stroomt is over het algemeen iets warmer. Een iets stroming zit erbij. Dus de vissen die hier aankomen en stroomopwaarts willen zwemmen, die gaan op zoek naar waar is een plek waar ik er door kan. Dus die zwemmen hier rond en op een gegeven moment voelen ze die lokstroom en denken ze, ja, daar kan ik naar binnen. En dan zwemmen ze dus door de openingen binnen en vervolgens in de vistrap zitten allemaal kleine trapjes met doorzwemopeningen. En die vis die gaat stap voor stap verder totdat ze daar aan de andere kant zijn. En dan zwemmen ze daarbij naar binnen. En dan kunnen ze verder. Mooi dat je er bent. Weer bent. Ik heb straks natuurlijk al even rondgelopen. En het is toch nog wel een hele investering geweest, heb ik de indruk. Waarom is het nu zo belangrijk dat we die investeringen doen in het vis passeerbaar maken van dit soort voorzieningen? Ja, allereerst, ik vind het ook ongeweldig leuk om hier te zijn. Ja, dus de starthandeling mogen doen en bij dit prachtige weer met al deze mensen die zo ontzettend hard hebben gewerkt. Want die hebben uiteindelijk het werk geleverd wat hier is gerealiseerd. Ja, waarom is het zo belangrijk? Heel simpel gezegd, kijk, niet alle vissen en organismen worden geboren en leven hun hele leven in een slootje. Ze hebben eigenlijk op dat vaak verschillende leefgebieden nodig. Voor het paaien, het opgroeien en als je dan kijkt naar trekvissen, die hebben zelfs ook een zoet-zout overgang nodig in hun levensfase. Nou, en in de afgelopen eeuwen hebben we als mens het watersysteem geoptimaliseerd voor onszelf. En dus allerlei barrières opgeworpen voor dit natuurlijke leefsysteem, voor nu even ook indicatief en natuurlijk ook zo benoemd de vissen. En daar hebben we een verantwoordelijkheid in. Ook aangedreven door een Europese kaderrichtlijn, maar we willen het ook graag echt ook zelf. En daar hebben we natuurlijk ook met elkaar afgesproken. En wij hebben dan verantwoordelijk op het Rijkswater. En het waterschap heeft dat voor regionale water. En daar hebben we de handen voor in elkaar geslagen. En het is dus hartstikke belangrijk dat we dit doen. Lijkt me een helder verhaal. Nu kom je natuurlijk als directeur netwerkontwikkeling bij de meest innovatieve en grote werken. Waterbouwkundige werken. Is dit nu nog bijzonder voor jou, deze vispassage? Ja, dit is echt net zo bijzonder als, ik was net tegen iemand aan het vertellen, ik ben ooit projectmanager geweest voor de Haringvliet-Sluizen met de Kier. In die tijd lag daar een milieueffectrapportage. Het is natuurlijk een heel groot complex en ik ben er ook in dat complex geweest en ook voor de NOS geïnterviewd bovenop het gebouw met het zicht op. Maar het is pas af en het gaat pas echt werken als je aan de voorkant werkt, maar ook tot in de kleine haarvaart. En hier deze verbinding maken is voor mij echt even van belang als die grote eerste stap. Helder. Je noemde al even de kaderrichtlijn water. Hè. We hebben, ik meen, in rond 2000 hebben we in Nederland, niet alleen in Nederland, maar Europees afgesproken dat we de waterkwaliteit in Europa in 2027, meen ik, verbeterd hebben. Past deze vispassage daarin en wat doet Rijkswaterstaat zoal meer om te voldoen aan die kaderrichtlijn water? Nou ja, deze past daarin, want wij hebben dus die verantwoordelijkheid om te zorgen dat er verbinding komt naar de regionale wateren. Dus daar past deze in en deze één in een reeks. Hè. Dat is al eerder gerefereerd, je noemde het zelf de groene knoop. Dat is de blauwe knoop en dan niet de blauwe knoop, want dan past dat biertje niet, Frank, wat jullie bij de schouw nuttigen. Maar wij doen deze verbinding en wij zorgen dus voor, ik heb die Haringvliet-Sluis al even genoemd, maar er is nog een andere grote poort die we hebben afgesloten met de afsluitdijk en daar wordt de vismigratierivier gerealiseerd, gecreëerd, die daar niet zozeer voor hoogteverschillen zorgt, maar wel voor een zoet-zoutovergang. Wat je natuurlijk in de Haringvliet-Sluis op een bepaalde bedieningsmanier gaat realiseren, doe je dat door een soort slingerrivier te maken. Waardoor er ook enige zoutovergang is, waardoor de vissen ook binnen kunnen trekken. Want die moeten gewoon acclimatiseren. Dus dat doen we op de grote dingen. En op de rivieren zijn ook grote werken. Daar maken we nevengeulen.
Dat is de meestromende nevengeulen voor een aantal vissen die niet hier helemaal komen paaien in de haarvaten, maar die dat in de rivier doen in meestromende geulen. Strangen weer aantakken, maar ook, en dat doet de waterschap ook in hun watergangen, maar ook wij bij de rivieren en bijvoorbeeld ook bij de IJssel gaan we nu ook weer een nieuwe reeks doen van natuurvriendelijke oevers aanleggen. Zodat eigenlijk je op alle aspecten weer ecologisch herstel en de leefomgeving weer een balans brengt tussen voor mens, en dat is voor ons belangrijk, plant en dier. Jos van Ees, dankjewel. Ja, en dan ga ik even naar een tweede belangrijke man hier vandaag in ons midden. Dat is Frank Wissing, heemraad van het waterschap Rijn en IJssel. Frank, ik weet uit ervaring dat het waterschap heel veel doet aan het vis passeerbaar maken van stuwen, gemalen, sluizen en dat soort zaken. Dat varieert van wat stenen, waarschijnlijk willekeurig neergelegd, waar de vissen wel tussendoor zwemmen. Het zal niet zo eenvoudig zijn, Matthijs, hè, maar dat zijn de simpele dingen bij een stuwtje. Tot ja, geweldige werken, zoals een paar jaar terug de visstuw in de uitmonding van de Oude IJssel. Als je hier nou zo staat, is dit er nou eentje uit de categorie 10 uit een dozijn, of is dit toch wel een heel bijzondere? Nee, dat laatste, dit is echt een bijzondere. Het begint al met de plek. Hè. Deze plek is heel bijzonder. Natura 2000 gebied, Rijnstrangen. Prachtig gebied voor wandelaars, voor fietsers. Dus de meerwaarde vind ik ook dat mensen hier kunnen stoppen. Even kunnen lezen, wat houdt dat nou precies in. Dit even kunnen bekijken. Maar nee, dit is echt wel bijzonder. Dit zouden we ook niet kunnen doen met steun van Rijkswaterstaat. Wij dragen samen de kosten. Als dat alleen bij Waterschap Rijn en IJssel komt, dan wordt het een zware dobber in het algemeen bestuur. Dat weet ik wel. En ik denk dat ik ook even moet zeggen, in 2008 is dat besluit genomen. Dit is ongeveer de zesde, zevende vispassage of vistrap. Hè. De ene keer is het een trap en de andere keer is het de passage. Maar in 2008 is het besluit genomen, samen met het dijkverband, Biesliche Landesgrenzen, althans de voorloper daarvan. Het duurt dan eventjes, maar hij ligt er wel. Hè. Ik bedoel, 2008 is alweer een aantal jaren geleden, maar dat is toch wel een goede overeenkomst geweest. En ja, ik ben hartstikke trots op zoiets. Dat vind ik mooi. Los voor de vissen mooi, maar ik vind het ook mooi. Helder, dankjewel Frank. Ja, we staan hier aan de buitendijkse kant van de Candia-dijk. Daarachter ligt de Oude Rijn. Ik heb begrepen dat dit werk niet op zichzelf staat, maar dat er meer gebeurt in de Oude Rijn. Klopt dat? Ja, dit gebied is eigenlijk altijd in beweging. Op het gebied van waterveiligheid wil je dat wel inzetten of niet inzetten voor retentie. Maar in ieder geval voor natuur zijn al heel veel stappen gezet. Dan moet je altijd in relatie met landbouw kijken, dus dat er een goed evenwicht is. Maar dit is echt een heel mooi gebied. Ik kan het ook iedereen aanbevelen. De gemeente Zevenaar heeft er ook veel aan gedaan. Vroeger de gemeente Rijnwaarden, maar nu de gemeente Zevenaar. Met trekpontjes, met zelfs redoutes. Ik weet niet of iedereen het weet, maar dat zijn van die oude wachttorens waarbij je uitkijk over het gebied. Prachtig gebied om te zijn en om te fietsen. Ja, ik heb de leeftijd dat ik ook ga fietsen. Vroeger deed ik dat minder, maar inmiddels met elektrische fiets kun je een heel eind komen. Ja, is helder. Dus de benaming groene knop is nog niet zo verkeerd als ik jou zo hoor. Toch? Eigenlijk is het toch gewoon groene knop. Ja. Ja, je noemde al even het dijkverband en de rechtsvoorgangers. Die Oude Rijn hierachter, die mondt uit, of die begint, die gaat over in de buurt van Lobit op de Wild. Vanuit de Wild, wat verderop bij Voorthuizen, daar wordt het grenskanaal. Een groot deel van dat kanaal en van de Wild, dat is eigenlijk de landsgrens ook. Kun je iets vertellen over die samenwerking met onze Duitse partners? Ja, dat kan ik zeker. Ik was net heemraad en toen vertelde Nicole, mijn rechterhand in al dat soort projecten, die vertelde tegen mij, ja, wij zijn gewend om altijd een schouw te doen. Een schouw van het grenskanaal. En dan wandelen we het hele grenskanaal af. We beginnen in Duitsland en dan lopen we naar de grens. En van de andere kant de tweede groep, die loopt vanaf Elten, die loopt dan ook samen. Dus ik ben heel dapper meegelopen, maar halverwege woont de dijkgraaf woont aan het traject. En traditie was om, en dat is morgens 10 uur, om één snaps te nemen. Dat is aan mij wel besteed hoor. Alleen het gezegde is, auf ein Bein kann man nicht stehen. Dus ja, dus nog eentje genomen en toen vond ik het ook wel mooi. Maar dit zijn wel hele leuke dingen.
Dit heeft heel weinig met viswater te maken, maar het heeft wel met contacten te maken, met goede relaties te maken. En er staat, ik weet niet of het wetgeving is, maar het staat voorgeschreven dat we in november altijd die schouw doen. Die hebben we één keer nu niet kunnen doen. Dat was vanwege corona de laatste keer. Maar ik hoop toch even dat we in november weer die schouw samen kunnen doen. En dan zeggen de Duitsers, vroeger zei de burgemeester van Emmerik altijd, nach der Arbeit, das Vergnügen. Dus dan hadden we die schouw gedaan en dan gingen we altijd eventjes een lunch nuttigen. De ene keer betaalt Nederland, de andere keer betaalt Duitsland. En ik hoop dat we nog heel lang mogen doen. Het heeft nut, absoluut. Nou lijkt het of het alleen maar leuk is. Het heeft nut, maar voor de contacten is het ook uitstekend. Herbert, we staan hier bij een vispassage. Ik vertelde net al even, uiteindelijk gaat die Oude Rijn natuurlijk over in een watergang die ook belangrijk is voor uw dijkverband. Hoe zit het eigenlijk met de vispasseerbaarheid op de rest van het traject? Wordt er in Duitsland ook gewerkt aan dit soort projecten? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, we hebben de grenskanaal en later ook hier in Orkania naar het gemaal komt. We hebben voor 3 jaar terug een waterverdeelbouwwerk gezet. Achter Netterden, tussen Netterden en, eigenlijk achter Netterden. En daar is ook dadelijk al opgehouden worden voor vispasseerbaar. Ja, dat is zo. Maar later hadden we de laatste 2 jaar veel te weinig water. De vispasseerstrang kon ja niet in gebruik worden. En ik hoop dat dat nog toch weer beter komt dan. So, dann sitzen dann noch 3 Stauen in, Sierenberg, Forthüsen und Elte. Und da sind wir bezig für Fisspassierbarkeit. Aber es muss eine Fisspassage sein, die sehr wenig Wasser verbraucht, um die nötige Kanal sehr wenig Wasser beute, die bitte gewohnte dröge Jahre, aber auch mit normalen Jahren steht nicht so viel Wasser zur Verfügung. Und da gibt es eine Fisch von de Witt, eine fischpassierbare Kammer, aber die ist in Deutschland nicht förderfähig. Steht nicht in der Liste von fischpassierbar. Jammer, kommt mir schon wieder gut. Wir werken da an, weil das System hat sehr wenig Wasser nodig. Ik loop even die kant op, want de mensen die het hem gelapt hebben hier, die staan een beetje op de achtergrond. Want dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, want zonder hen was de dingen nooit gekomen. Ik sta hier bij de aannemer, Martin Dubbing. Wij hebben elkaar vorig jaar ook even gesproken in september. Nou, toen zag de wereld er niet qua corona, maar ook qua uitvoering van het waterbouwkundig werk er zonnig uit. Het water kon niet lager, dus het leek allemaal een fluitje van een cent. Nu zijn we 8 maanden verder. We hebben een behoorlijke hoogwaterpiek gehad. We hebben een enorm nat voorjaar gehad. En toch ligt hier keurig op tijd een geweldig werk. Hoe hebben jullie dat geflikt? Ja, je vroeg me de vorige keer wat de grootste uitdaging was. En dat was het werk in het droge kunnen maken met de lage waterstand. En dat is eigenlijk gelukt tot 2 weken voordat we gereed waren. Zo we de grasbetonsteen hier, wat hier rond ligt, erin leggen. En toen stond alles onder water. En dan zijn we eigenlijk voor een korte periode zijn we naar een andere plek gegaan en hebben de natuur zijn gang laten gaan en weer teruggekomen toen het water laag was. En geen schade? En geen schade, nee. 2 trotse wethouders, neem ik aan. Jazeker, ja, heel erg trots. Het is natuurlijk een pareltje die we weer aan onze ketting kunnen rijgen. Het is heel mooi voor de biodiversiteit, het is heel mooi voor de samenwerking. Het is eigenlijk weer een blauwe ader in onze groene metropool, dus ik ben er heel erg trots op. Dankjewel. Gemma, jij was ook aanwezig bij de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst. Is het geworden wat je ervan verwacht had of schrik je? Nee, ik schrik er helemaal niet van. Ik denk wel dat er nog wat groeien moet. Hè? Dus, het gras staat nu wel keurig in een rijtje. Daar hou ik zelf niet zo van. En dat beton dat glimt ook een beetje. Dus, maar ik weet zeker dat ook op dat gebied de natuur zijn werk gaat doen. En dat hij helemaal samen gaat vallen met deze mooie plek. Goed te horen. Dus toch 2 trotse wethouders. Zeker. Dames en heren, Matthijs gaat u even toelichten hoe het allemaal moet gebeuren. Daar is iets fout gegaan, want we hadden Jos en Frank gevraagd om in ieder geval een zwembroek mee te nemen. En dat blijkt niet gebeurd te zijn.
Dus hoe gaan we het nu oplossen, Matthijs? Nou ja, we hebben hier gisteren een fuik ingehangen. Dus onder water zit nu een fuik. En die sluit dus de vispassage af. Dus de vissen die van beneden komen, door de vispassage heen zijn gezwommen, die zijn vannacht in de fuik gezwommen. Dus we gaan nu die fuik lichten. We gaan kijken wat erin zit. Ja, laten we het gaan doen nu. Wat gaat er gebeuren, Matthijs? De sponning wordt omhoog gelicht. En daarmee komt de fuik naar boven. En halen we de fuik eruit. En dan kunnen we zien wat daar aan vis in zit. We zijn heel benieuwd. Heren, ga uw gang, zou ik zeggen. Trek maar aan de fuik. En een applaus lijkt me dadelijk op de plek. De andere lijn van Frank, ja? Die moet juist ruimte hebben. Oh. Die laat je... Oh, okay. Ja, precies. Omhoog. Laat hem maar gewoon lopen. Dat is ook niet maar zo'n fuikje, Matthijs. Trek hem helemaal naar binnen. Zal ik hem overnemen? Ja. U spartelt dus. Ik zou zeggen, geef de heer een applaus. Mooi. Matthijs, die komt nu via de zijingang weer naar boven. Matthijs, klopt dat? We gaan er even uit. We doen wat vis in de kom. We gaan even kijken wat de opbrengst is. Ja. Dames en heren, in tussentijd kan ik u misschien wel even vertellen dat we hier ook een prachtig informatiebord hebben staan. Dus het is niet alleen dat er onder water van alles gebeurt, maar ook mensen die hier langs fietsen en benieuwd zijn van wat het bouwwerk is, die kunnen hier informatie ophalen. Ik denk dat dat natuurlijk ook een goede zaak is. In combinatie met de brochure waar Jos het over meldde, denk ik dat dat heel waardevolle informatie is voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn of die toevallig hier hun broodje op eten. Ja, de jonge paling zit nog in de fuik, dus die zie ik even niet nou. Hollandkrab erbij. En die heet Hollandkrab omdat hij een harig, een wollig klauwtje heeft. Meestal hebben ze er twee, maar deze heeft één klauw, dus die is hem al verloren. Nee, zo'n paar rijpe koolbladen. Ja, dit zijn echt wel een paar rijpe koolbladen. Zie je ook dat ze dik zijn nog. Een vrouwtje met eitjes. Dus die wil nog naar boven om eitjes af te zetten. Dames en heren, ik denk dat we overtuigd zijn van nut. Ja, noodzaak van wat hier aangelegd is. Het is wat mij betreft ruim bewezen. Nogmaals dank, heren, voor jullie... Voor jullie bemoeienis om het ook ons te laten zien. Ja. Wij gaan terug naar de Bellinghoeven, we gaan een drankje nuttigen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En we treffen elkaar daginder onder het genot van een bord. Ja, ja.